Mensen die niet gevaccineerd zijn, zijn eng. En zijn gevaarlijke mensen. Blijf bij ze aan de buurt. Misschien wel op het werk. Van ja, hoe doe je dat nou? Veilige werkomgeving creëren zonder vaccinatiebedrang? Ik zou het niet weten. En weet je wie het ook niet weten? Bedrijven. Want die worstelen ermee. Weet je wat ik zie? Ik zie een suggestie in de vorm van een vraag. Wat hier staat is... Laten we vaccinatiedwang gebruiken om een veilige werkomgeving te creëren. Ja, ja. Punt. De rest van het artikel boeit ook eigenlijk al niet. Punt. Werknemers worden door thuiswerken zombies, zegt de bestuursvoorzitter Tex Gunning van Leaseplan. Een verwijzing naar de video's. Ja, who cares, dat snappen we ook wel. Daarom heeft het autobedrijf aangekondigd dat werknemers terug op kantoor mogen komen om zo gezondheidsklachten door thuiswerken tegen te gaan, zoals burn-outs. We krijgen ook veel verzoeken dat mensen terug willen naar kantoor. Maar die werknemers moeten dan wel volledig gevaccineerd zijn, vindt het bedrijf. Oké. En wat ik me dan ook afvraag, zeg maar, kijk, bijvoorbeeld ook in Frankrijk heb je dus voor zorgpersoneel dan die vaccinatieplicht. Wat ik nergens lees, wat als je toch weigert? Word je dan ontslagen? Is dat grond voor ontslag? Waarschijnlijk wel. Dat mag dat volgens de wet? Echt niet, toch? Echt niet. Nou, degene die de wet uitvoeren, zijn ook degene die de wet hier maken, of die regel maken. Dus de vraag is niet echt relevant. Maar we hebben artikel 1 van de grondwet. Ja, we hebben wel meer. Ja, oké. Okay. Fair point. Ja, fair point. Ook gewoon... We hadden het net over ook... Je kan, als je gevaccineerd bent, gewoon overal binnen. Maar je kan ook besmet zijn en symptomatisch terwijl je gevaccineerd bent. Dus dan mag je overal naar binnen. Zonder te testen, terwijl je ziek bent. Hoe gaat dat precies de verspreiding tegen? De hele premise is natuurlijk ook al bullshit. Een hele soort van idee. Zo zien we nou maar niet. Maar dat vind ik ook wel... misschien een beetje zijspoor. Maar dat zie je ook wel... enerzijds vaak wel in de media wel erkend worden, toch? Je ziet wel eens dat de experts dan zeggen van... Of NOS berichten van... Ja, ik ben wel gevaccineerd, maar ik werd toch ziek. Hoe kan dat nou? Dus dat wordt wel erkend dat dat zo is. Ja. Maar tegelijkertijd wordt dit narratief van vaccinatieapartheid... wordt gewoon nou, overwogen, a.k.a. ingemasseerd. Ja. Maar dat is toch volledig tegenstrijdig? Ja, als je ervan uitgaat dat het doel is om de bevolking te beschermen, wel. Ja, maar dat bedoel, daar prik je gewoon zo doorheen, toch? Dan, of niet? Men wil het geloven. Men is geconditioneerd het te geloven. Dus dan ga je niet die abstractie maken. Ja, simpel is het. Nou hier. Volgens plicht is volgens Leaseplan geen sprake. Omdat dat wettelijk niet is toegestaan. We kunnen en zullen het niet controleren. Maar ik ben ervan overtuigd dat diegenen die komen gevaccineerd zijn. Okay. Dus stel je het niet verplicht. Sorry, als je het niet gaat controleren, stel je het niet verplicht. Daar hebben we het vaker ook over gehad met coronamaatregelen en zo. Als je een wet of een regel invoert, maar die niet handhaaft, dan heb je geen wet of regel ingevoerd. Nee. Misschien de jure, maar de facto niet. Ja, maar het gaat om de jure. Nee, dat moet je niet. Nee. Toch mag het niet, zegt Katja van Kranenburg, arbeidsrechtadvocaat bij CMS. Nice, oké, gelukkig. Je kunt niet tegen werknemers zeggen dat ze alleen welkom zijn als ze gevaccineerd zijn. Bedrijven hebben een zwaarwegende reden nodig om te vragen naar een vaccinatiestatus van werknemers of om vaccinatie te verplichten. Bovendien zijn andere maatregelen zoals afstand houden een alternatief voor een plicht. Want dat wordt ook echt gehandhaafd. Maar weet je, prima. Dat doen mensen ook. Sommige mensen, maar het zijn er niet veel. Voor zover ik weet. Facebook en
en Uber, die in de Verenigde Staten wel een vaccinatieplicht voor kantoor hebben, laten dan ook weten dat er voor werknemers in Nederland geen plicht geldt. In Nederlandse ziekenhuizen, waar eerder sprake kan zijn van een zwaarwegende reden omdat er gewerkt wordt met kwetsbaren, is vaccinatie ook niet verplicht. Ook wordt er niet gevraagd naar de vaccinatiestatus, volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Waarom, wat is dit voor informatie? Wordt gewoon van in je hoofd plan van, oh ja, we're coming for you next, motherfuckers. Wat? Daar komt het toch op neer. Gewoon, oh ja, de ziekenhuizen, die moeten we ook pakken. Moet het ook verplicht worden. Ja. Dat is de Oké, ik snap het. Maar dat bedrijven worstelen met het creëren van een veilige omgeving, ziet ook Hugo de Jonge. Oké. Deze man, demissionair minister van Volksgezondheid, in. Wat een rare zin. Die komma in moet gewoon... Die moet gewoon geen komma. Ja, ik kan wel, maar die... Volksgezondheid moet geen komma. Nou ja. Ja. Je begint de zin al met maar. Dus waarom zeg je dan niet gewoon... Ook minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge ziet in dat bedrijven worstelen met et cetera. Ja, nou ja, hang niet uit. Gewoon, come on. Fucking schrijven, leer schrijven. Godverdomme. Hij wil een gesprek staan om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Zoals bijvoorbeeld corona toegangswijze, a.k.a. apartheid. Sorry, dat is gewoon wat het is. Weet je dan nog ga je mensen die zich niet willen laten vaccineren, ga je dan dwingen om zich elke keer te laten testen als ze naar hun werk gaan. Fuck off. To be fair, je kan er gewoon een vrij makkelijk gewoon een negatieve test faken. Prima, oké. Er zijn manieren om fucked up wetten heen te zijn. Maar het feit dat er een fucked up wet ingesteld wordt is gewoon... Ja. Je hebt gelijk. Maar ik kan me nog herinneren dat er werd gezegd in de verkiezingscampagnes van we hebben vaccinatiepaspoort nodig. Door D66 en verder letterlijk niemand. En de rest zei nee, dat gaan we niet doen. Gewoon direct daarna werd het ingevoerd zonder dat iemand er wat van zei. In de verkiezingscampagnes. I know. Need I say more. Maar de enige fout die werd gemaakt van D66, dat ze zeiden voor de verkiezingen. Of ze zijn gewoon zo fucking insane. Dat ze gewoon denken, boeien. Voor hun achterban is het denk ik wel... Die zijn wel voor. Zijn denk ik wel die inderdaad de types die helemaal geweldig vinden. Ja. Maar gewoon, er was unanieme overeenstemming, dat willen we niet. En dan gebeurt het en niemand laat zich horen over, hey, dat willen we niet. Nee, want ze wilden het al die tijd al wel. Ja. Advocaat van Kranenburg vindt het goed dat Leaseplan zich uitspreekt. Snap dat je als werkgever grip probeert te krijgen op wie er op de werkvloer is. Punt ook om te voorkomen dat ze aansprakelijk worden gesteld voor besmettingen die daar zijn opgelopen. Dat kan echt niet hoor. Sorry, je kan juridisch, omdat in een gebouw wat jij bezit dan wel huurt, omdat daar besmetting opgelopen wordt, kan je echt niet voor aansprakelijk gesteld worden. Echt fucking bullshit. Het is sowieso al relatief lastig natuurlijk om met zekerheid vast te stellen. Waar dat het ten eerste, vandaan komt. Ten tweede, maar ten tweede ook gewoon, what the fuck? wat zou dat bedrijf daar nou precies aan kunnen doen, dat onverhoopt gebeurt? Niet genoeg maatregelen genomen, oké. We gaan juist die 1,5 meter loslaten, toch? November of zo, oktober? Yeah, right. Officieel afgeschaft, ja, dat is nu de planning. Yeah, right. Punt maart leidt steeds maar aan het begin van een paragraaf, echt heerlijk. Je wordt er gewoon een soort van immuun voor. Ja. Het leidt steeds vaker tot conflicten, ziet Van Kranenburg. Ieder arbeidsrechtadvocaat heeft wel tientallen voorbeelden. Zo noemt ze een werknemer die na nauw contact met een besmet persoon weigert zich te laten testen en door quarantaine niet kan werken. Vervolgens wil de werkgever geen loon betalen. Wat? Maar, waarom niet? Je moet toch, volgens de officiële regels toch, als je in contact bent geweest met een besmet iemand, moet je in quarantaine, toch? Ja. Maar hij weigert zich te laten testen. Oké. Okay. Ik snap het niet, want als je gewoon griep hebt en daardoor niet kan werken, en vanuitgaande dat je een vaste urencontract hebt, etc., dan word je ook gewoon doorbetaald.
Ja, en dan blijf je ook op, nou ja, griep kan je best wel lang ook last van hebben. Ja, maar ook als je gewoon een dagje ziek bent en niet kan werken of zo. Ja, ja. Niemand gaat dan vragen om te bewijzen dat je ziek bent. Maar omdat hij niet op papier wil laten zien dat hij... Wat? Wat? Stuur je diarree op. Stuur je kots op. Je gal die je eruit aan het gooien. Nee. Ja, ik geloof niet. In zo'n zipperbag, zo'n plastic zak. Krijg je dan terug toegestuurd? Gewoon door de brievenbus. Bewijs het maar. Oké, je hebt buikgriep. Ja. Nee. Fuck jou, gek. Dat zei mijn moeder vroeger wel altijd. Maar, I mean. Nou ja, bang je. Die had ook een punt, want ik wou gewoon niet vol. Maar ga door. In helderheid vanuit de overheid. Waarom niet? Oké, wacht. Misschien moeten we niet... Je krijgt meer van dit soort situaties. Er is behoefte aan meer duidelijkheid op wettelijk gebied om werk veilig in te kunnen richten. En punt N die duidelijk zou niet van bedrijven moeten komen. Het zou een politieke discussie moeten zijn. Dan kritiek, het delen van gegevens, privacy en een veilige werkomgeving goed bespreken. Leaseplan beweegt nu omdat de politiek dat niet doet. Hier wordt gewoon gezegd, alsjeblieft, maak wet voor mij. Overheid, waarom heb je geen wet? Alles moet in wetten gegoten worden. We kunnen niks gewoon met elkaar oplossen. We moeten gewoon wetten hebben voor alles. Maak wet. Wacht, ik snap het ook niet. Want dit staat tussen aanhalingstekens. Dus dit is een citaat van iemand. Dus het is niet zo dat de NOS dit zegt. Dit zegt iemand. Maar wie dan? Dat weet ik niet. Maar het interessante is ook, er is wel duidelijkheid. Want vooralsnog hebben wij artikel 1 van de grondwet waarin staat dat je mensen niet mag discrimineren op puntje, ras, geslacht, seksuele geaardheid of wat voor reden dan ook. Die wet is er. Dat mag niet. Dat is verboden. Dus de wet is er. Dus wat zitten ze nou te zeiken? Ja. Maar deze wet, we willen gewoon een andere wet. Die ons gewoon in staat stelt om tegen mensen die niet gevaccineerd te zeggen van, fuck ja, we willen jou niet. Onduidelijkheid betekent, de wet geeft ons nog niet de mogelijkheid om te doen wat we willen doen. Ja, er is geen onduidelijkheid. Er is duidelijkheid. Er is gewoon duidelijkheid, hoor. Gebrek aan duidelijkheid was voor leaseplanbaas Gunning de reden om het nieuwe beleid in te voeren. Er is geen helderheid vanuit de overheid. Oké, niet vanuit de overheid misschien, maar dus wel vanuit de grondwet. Dus gaan we kijken wat in het belang is van onze werknemers. Punt en wij denken. Punt en wij denken dat het, dat het in belang van de gezonde, Jezus Christus, van de gezondheid van werknemers is om terug te gaan naar kantoor. Oké, laat ze teruggaan naar kantoor. Zolang die helderheid er niet komt, zullen meer bedrijven de randen opzoeken. Wat? De randen opzoeken? Dus als je zegt dat er een rand is die je opzoekt, dan impliceert dat er een rand is. Een rand, een wet. Dat een er iets is wat het afkadert. Wat wel en niet mag. Dus het is... fucking dumb. Maar wat we dan heel erg hebben gemerkt is dat alles wat in de grondwet staat, eigenlijk gewoon... Er is een uitzondering voor alles wat met corona te maken heeft, waardoor het niet daaraan wordt getoetst. Ja, dat is waar. We hebben ook natuurlijk geen constitutioneel hof in Nederland. Los daarvan, gewoon... ook niet wetten, maar gewoon maatregelen van de overheid, die natuurlijk wel kunnen worden getoetst aan de grondwet. Maar dat gebeurt gewoon niet. Dat gebeurt gewoon niet, nee. En ik denk, al zou het gebeuren... Ja, kijk, ik ben vrij sceptisch over de rechterlijke macht, want de rechterlijke macht wordt gewoon aangestuurd door de uitvoerende macht. Die wordt gewoon betaald door de uitvoerende macht. Dus dan misschien als je zo'n hof hebt, die gaan echt wel buigen. Ja. Toch? Ja, er worden sowieso natuurlijk continu juridische innovaties gedaan door de rechter. Van dit is in het beschermen van de algemene gezondheid of whatever, dus dat Roel... Het meest vage fucking begrip wat je maar kan bedenken. Oké.
Nou, dat... That gave me cancer. Geen helderheid vanuit de overheid. Geen helderheid van... in de richting die wij willen dat het opgaat.